Naast mij op de studiotafel staat Alain van de Brouwerij Huygens, staat hier bij mij. Hier staat een kistje met nog een laken rond. Ik heb hem meegebracht van mijn bed. We gaan nu officieel het Jokerbier onthullen. Je kan het ook zien op kanaal 39 van Telenet Digitale TV op qmusic.be. Alain, ik zou zeggen, het is aan jou. Haal het laken er maar af en laat ons voor het eerst zien hoe het Jokerbier eruit ziet. Oh. Proeven van Joker. Wim Oosterlink lanceert het Jokerbier. Ik ga even voorlezen wat er op de fles staat. Dus het etiket dat jullie luisteraars gekozen hebben. En achteraan op de fles staat, ik lees je voor, hè. Hier is Joker. Een bier gebrouwen naar de beeltenis van ex-mis België Joke van de Velde. Blond, edel en overheerlijk. Joke laat zich slechts door weinigen proeven. Van dit bier worden eenmalig 1000 flesjes aangeboden. Uw Joke werd vol goesting gebrouwen door brouwerij Huygen in Melle, hometown van Joke van de Velde. Hier is uw Joke. Geniet ervan, staat er. En de eerste fles wordt op dit moment ontkurkt, want er staat een kurk op. En Alain gaat nu het eerste glas inschenken van het Jokerbier. Hij is daarmee bezig. En Joke kijkt echt vol, echt verlekkerd. Ja, en met grote ogen. Ik vind het gewoon heel mooi gedaan. Het ziet er al prachtig uit. Oké, Joke, ga jij nu officieel proeven? Oeh, dit is wel spannend. Wacht, hè. Joke, ja. Ik zou zeggen, zet je lippen eraan, meisje. En proef voor de eerste keer je eigen Jokerbier. Joke, wat zegt het? Wim. Het is gewoon weg echt super zalig. Oh. Echte waarheid. Ja, goed zo. Ik ben er super trots en super fier op. Maar Alain, ze bloost er. Er wordt geklikt. Er is zelfs een beetje van, maar dat mag wel natuurlijk. Het Jokerbier is officieel een feit. Zometeen even een bierkenner erbij halen. Q-music, Q is good for you.